Op de Edese Heide zit een kleine roofvogel. Hoewel, het is geen echte roofvogel. De vogel behoort tot de familie van de klauwieren. Het is de klapekster. Klapeksters kenmerken zich door vanaf een struikje of tak een aanval te doen op een prooi om vervolgens weer terug te keren naar dezelfde plek. Het zijn echte wintervogels. Ze arriveren hier rond september en oktober en zijn rond maart-april weer vertrokken. Naast kleine prooien zoals kevers en bijen lusten ze ook grotere prooien. Hier moest een bosmuis eraan geloven. Om gemakkelijk te kunnen eten van de prooi, spietst de klapekster de prooien vaak aan een stekel of een scherpe tak. De klapekster, een bijzondere verschijning die je vooral op heideterreinen kunt aantreffen. Houd u de struikjes de komende tijd dus maar goed in de gaten.